Van boven ziet het er ontspannen en sierlijk uit. Maar op de grond is de lange tocht naar vrijdag begonnen. Want of je nou de 50, de 40 of de 30 loopt, het worden 4 zware dagen. Maar ze worden ongetwijfeld ook fijn, bijzonder en memorabel. Editie 103 is van start. Vanuit Valburg zeg ik welkom bij het Vierdaagse Journaal live. De komende uur staan wij hier net buiten Valburg op de rotonde. De lopers zijn al een paar uur onderweg en wij gaan kijken of we ze een extra hippe groenteshake kunnen geven, zodat ze met een superboost de rest van de tocht richting Nijmegen kunnen afleggen. We hebben een wandelcoach die gaat kijken of dat suffige shock niet wat efficiënter kan. En we hebben weer hele mooie unieke voorwerpen met het bijbehorende diepe verhaal voor in ons eigen Vierdaagse museum. Maar nu eerst misschien wel het allerbelangrijkste, de route. Want waar lopen we eigenlijk langs vandaag? Heel veel wandelaars die weten dat denk ik niet. Die volgen gewoon keurig de bordjes of die sokken achter iemand die vlak voor ze loopt aan. Maar dit is toch vrij essentieel. Kijk, we hebben even de kaart neergezet en laten we eens even gaan kijken. Nou, Nijmegen, daar zijn we begonnen. Toen zijn we over de Waalbrug afgeslagen voor het eerst linksaf naar Oosterhout. Dat was nieuw. Ik hoop dat dat goed gegaan is voor veel mensen. Toen een beetje zo lalala door naar Valburg. Daar zijn we nu. Maar ja, de vraag is, hoe nu verder? Met wie heb ik het genoegen? Met Willemijn. Willemijn, waar kom je vandaan? Uit Tilburg. Tilburg, dat is een stukje uit de buurt, niet op de kaart. En wie heb je bij je? Hey, ik heb Max bij je, mijn vriend. Wie is Max? Mijn vriend. Hallo Max, hoe lang heb je het al met Willemijn? Bijna 2 jaar. En dan ga je samen lopen, is dat een verstandige keus? Ja, zeker, dat is al de tweede keer. Tweede keer, oh. En er staat nog iemand bij, wie is dit? Diane. Toeschouwer. Oh, nou bemoei je er dan niet mee. Ik was net aan een hele mooie vraag toe. Dan ben je samen aan het lopen. Wat doet dat voor je relatie? Ja, is alleen maar goed. Ja. Echt waar? Want ik kan ook zijn dat hij vervelend loopt of eigenwijs is of te veel kletst. Of klets zij te veel? We kletsen allebei redelijk veel. Oh, dat is aan elkaar gewaagd. Nou, wij dachten van kijk, dit is de route. Nou, jullie gaan lopen. Hier is een dikke stift. Ga eens even verder krassen hoe we vannacht verder gaan. We zijn nu in Valburg. Ga in gang. Naar Elst. Er doorheen. Ja, zo via Huissen. Niet door het water, maar. Ja, en dan terug. Dat is vrij, recht toe, recht aan, hè? Misschien even vriendlief. Heb jij nog alternatieven? Nee, we hadden hier prima trouwens met elektrisch. Nee, ik denk wel dat ze redelijk goed heeft getekend. Op het water na dan. Op het water na. Goed. Hou de stift paraat, dan komt hier de officiële route. Als jij hem even heel goed wil intekenen, na de Waalbrug, dus linksaf. Naar Oosterhout hebben we gedaan. Valburg, daar staan we dus nu. Elst, welke kleur hoort bij Elst? Blauw, hè, want dan maakt de 50 een extra lus door Elde en Huissen. Dat is goed. En dan bij knooppunt Ressen. Knooppunt Ressen. Knooppunt Ressen. Wacht even. Knooppunt Ressen. Ga door. Daar komt alles weer gebroederlijk en gezustelijk bij elkaar. Dan gaan we naar Bemmel. Terug naar Bemmel. Bemmel, je zit er lekker in. Je hebt geen idee waar je loopt. Wat is er in Bemmel? Voetbal. De Zwitserse week is in Bemmel. Houd dat nou een beetje bij. Dan gaan we naar Lent. Dat is naar beneden. En wat is er in Lent? Het minder bekende broertje van de Via Gladiola namelijk. Oh jongens, jullie moeten echt nog 50 keer lopen voor je weet. De Via Begonia. En dan gaan we terug naar? Nijmegen. Naar Nijmegen. Mooi. Je mag de stift neerleggen. Ik hoop dat het goed komt. Wat wil je nog tegen elkaar zeggen voor onderweg? Nou, succes. Ja, succes. Oh. Dat is lief, hè? Dat is echt super, echt heel diep en lief. Heel veel geluk. Dank jullie wel. En ik hoop dat je nu weet waar je langs gaat rennen. Ja. Veel plezier, jongens. We gaan jullie even kijken hoe jullie weglopen. Mooi. Nou, daar gaan ze, hè? Eén ding wil ik natuurlijk niet missen, want dat hoort bij dag 1, de dag van Els. En dat is het startschot op de wedren en natuurlijk de super vroege vogels die daarbij horen. Wij waren erbij. Waarom ga je zo vroeg starten? Om
om weer snel binnen te zijn. Waarom? Het is lekker gezellig, lang overdoen, genieten. Ja, ik wil gewoon op tijd op bed liggen, een beetje uitrusten voor morgen. Ja. Dus je bent eigenlijk iets aan het doen waarvan je wil dat het zo snel mogelijk klaar is? Ja, dat klopt. Kan je dat vergelijken met de rest van je leven? Nee, niet echt. Dan zou je kunnen zeggen, ik ben aan het leven, maar ik leef zo snel mogelijk door als het maar snel klaar is. Ja. Waar zie je tegenop? Dag van Wiegen, de dijk. Dat weet je nu al. Ja, weet ik nou al. Dan ga ik elk jaar daarop heel slecht. Dus dit jaar ook zeker weer. Jullie zijn van die stoere, sportieve, snelle starters. Wat gebeurt er dan precies op die dijk? Dat is helemaal dood. Het is mijn derde keer 50. En op de eerste keer werd gezegd, op de helft van de dijk staat de Rode Kruispuls. Nou, het leek eeuwen te duren voordat we die tegenkwamen. En toen moest je nog de helft. Dus gaat niet goed. Als ik nou vanavond hier terugkom, Harm, hè? Ja. Ja, daar raai je nooit, hè? Maar ik kom vanavond hier terug, ligt hier helemaal geen schaaltje op de grond. Echt niet? Nee. Dan ga je speciaal controleren. Ja, dat controleer ik natuurlijk. Hoeveelste keer loop je? Wil je het echt weten? Nee, eigenlijk niet, maar ik denk, laat ik eens wat vragen. 56ste keer. Ja. Waarom dan toch elk jaar weer? Nou, het is toch mooi hier, leuke mensen. Ik kan me voorstellen dat als je lang loopt, dat er in het hoofd ook het een en ander gaat gebeuren. Oh nee, er gebeurt steeds minder. Ja, hoor. Heb je ook fysieke ongemakken waarvan je denkt, nou, zal ik nog wel, zal ik niet? En dan ben je er weer? Jawel, ik begin er gewoon aan. Ik doe wel hardlopen en een beetje wielrennen. Maar wandelen is toch iets anders. Het is 8 uur lang ben je maar aan het wandelen. En dan gaat het in je hoofd een beetje malen en ja, goed. Maar het hoort er gewoon een beetje bij. Dus het is eigenlijk voor u ook een manier om elk jaar weer een jaar door te leven? Ja, inderdaad. Zo is het. Wat heb jij? Ik heb het 10 voor 4 geweest. Ik ook. Heb je voorbereid? Ik heb het voorbereid. Wat ga je zeggen? Ik ga zeggen dat het kan gaan beginnen. Dat is een goed ding, denk ik, want het moet beginnen. Dat is natuurlijk één. En dat ze heel veel plezier moeten gaan maken onderweg. Ja, die kan ik ook nog verzinnen. En dat ze heel veel moeten gaan genieten. Ik heb een gast dadelijk die het startschot gaat lossen. En die gaat iets persoonlijks zeggen natuurlijk. Wie is dat? Ga ik nog even verklappen. Oh, normaal ben ik gewoon denk ik ben klaar. We kunnen naar huis, maar ik moet blijven nu. Ja, ik denk dat je even moet blijven, want ik heb zet. Echt een gast. Oh, dat is spannend. Een hele bijzondere deelnemer. Dames en heren, hier is Jamai. Ik wens iedereen veel plezier, heel veel sterkte. En ik hoop ook dat alle wandelaars bij elke stap die jullie zetten, hoe zwaar die ook soms mag zijn, een beetje denkt aan al die mensen die diezelfde droom hebben die ik ook vorig jaar had om hier te staan, maar niet kunnen omdat ze dat fysiek niet kunnen. 5, 4, 3, 2. Valburg, een dorp tussen de A50 en de A15, met 1784 inwoners, tenminste tot gisteravond. En een dorp waar de 47.000 wandelaars zo snel mogelijk langslopen. Maar de vraag is dat wel terecht? Missen ze niet hele mooie, prachtige dingen? Nou, dat gaan wij vragen aan de enige echte dorpsgids van Valburg, want die is er. Bart Huisman, hi. Hi. Wat is er zo boeiend aan Valburg? Gewoon de omgeving, de gebouwen, de mensen, de gezelligheid, de sfeer, de gastvrijheid. Het is nogal veel, daar mag je helemaal niet voorbij, dat moeten we stoppen. Kan jij een top 3 geven van de meest schitterende bezienswaardigheden in Valburg? De molen, onze oude kerk en Knillis, het standbeeldje van onze reus. Dat laatste moet je even uitleggen, een standbeeld van een reus, wat is dat? Oh, dat is de legende van de Betuwe, 3 reuzen kruiden door de Betuwe, die groeven destijds de Waal en de Rijn. Het zand kruiden ze naar de Wageningse Berg. Onderweg verloren ze wat zand. De ene plek is dat de Valburg het hoog geworden. De andere plek is de molen opgebouwd. En de andere plaats is waar de kerk op is gebouwd. Waarom word je dorpsgids van Valburg, Bouke? Dat moet een reden achter zitten dat je dacht, nou ja, mijn leven moet zin hebben, ik word dorpsgids. Hele mooie. Als je wat weet, je verdiep je wat in geschiedenis en bij verenigingen betrokken, bij dorpen betrokken, dan weet je ook wel te vinden. Wat vind je zelf nou het allermooiste plekje? Laat die geschiedenis maar zitten. Als je nou echt het super Valburgse gevoel wil krijgen, dan ga je naar? De plas hier, de natuur. Dus niet het dorp zelf? Nee.
Nee, maar dan weten we precies om waar het over gaat. Ongeveer. De natuuromheen is nog mooier dan Valburg. Het is wel dit jaar 75 jaar bevrijding van Valburg. Ga je dat nog op een speciale manier vieren? Ja, groot evenement. Landgoed Schonerloch. Dat is in de rand van Valburg. Er komt een enorm legerkampement, voertuigen, manschappen. Parachutisten, herdenkingen, onthulling van een groot monument in het kader van de Band of Brothers, een bekende tv-serie. Hier is heel veel te doen. Dus dan heb je pas echt een functie als dorpsgids. Het wordt jouw moment. Ja, ik zit bij de organisatie daar, dus ja, dan zit je er wel bij. Nou ben je bevrijd door de Amerikanen. Hoe is je Engels? Little bit difficult. Zet maar nog even bij klussen. Die mensen begrijpen er geen hol van. Here you see the most famous part of Valburg. De Sri Sandhills. Ja, maar het Duits gaat beter. Oh, dan doen we het gewoon in Duits. Dan moeten ze daar maar aan winnen. Mooi. Wij dachten van, het is misschien toch mooi om even met eigen ogen te zien wat er nou zo mooi is aan Valburg. Dus wij hebben jou met de enige echte omroeptoerist George op pad gestuurd. Dat gaan we nu even zien. Dan mag je mij rondleiden. Hier heb je onze paraplu. Net zoals elke gids die toeristen rondleidt. Een pareltje van de omgeving. Onze molen uit 1750. En als mensen nou hoogtevrees hebben? Dat heb ik. We staan hier bij het oude kerkje midden in het dorp Valburg. Een van de oudste kerkjes van de Betuwe. Hij is prachtig. Dit is Knillis, een van de reuzen waardoor Valburg is ontstaan. Er waren drie reuzen, dat is de legende. Eén brak de kruiwagen en de kruiwagen viel om, dat is het hoog. Bij eentje viel zand van de kruiwagen, dat is bij de molen waar we net zijn geweest. En Knillis stopte hier om te rusten, ging zitten op een stronk. Maar heeft die nou echt bestaan, die Knillis? Knillis heeft echt bestaan, volgens de legende. Ja, volgens de legende. Hier zijn we bij de poort van landgoed Schonerloch. Beroemd van de tv-serie Band of Brothers met Tom Hanks en Steven Spielberg. Hier zijn wat opnames gemaakt, maar hier heeft zich in de oorlog het een en ander plaatsgevonden. De Betuwe, het eiland destijds genoemd, heeft maandenlang is er hier een strijdtoneel geweest. Dit gebouw is bekend van de foto van Dick Winters met zijn helm onder de arm, onder de poort hier. Wereldberoemde foto. Dit is zeker historisch, dus wel een van de meest beroemde plekken als je het gaat hebben over die Screaming Eagles, de Airborne's van Amerikanen, die hier twee maanden gezeten hebben. We staan hier bij het watergoed, het recreatieschap aan de rand van Valburg, waar heel veel te doen is aan activiteiten. Waar gewoon lekker op het strand zitten en genieten van het mooie weer hier in Nederland. Kun je hier ook zwemmen? Hier kun je fantastisch zwemmen. Kijk maar eens hoe mooi helder het water is. Zit er geen enge beesten in het water? Geen enge beesten, geen Loch Ness. Prachtig mooi schoon water in een zandgat. Hoeveel mensen komen hier wel eens op een dag? Oh, als het heel druk is, 10.000 mensen. Maar er is nog plek voor meer? Ja, ruimte genoeg. Hebben ze hier ook een terras? Ja, dat is zeker een terras. Lekkere soepbroodjes. Soepbroodjes? Nou ja, dat zien de wandelaars dus allemaal niet. Maar je kan niet alles hebben, moet je maar denken. Zo aan het begin van de week lijkt het nog wel te gaan, zo'n vierdaagse. Maar door de dagen heen wordt het steeds zwaarder. En daar kan je dingen aan doen om het zo licht mogelijk te houden. Eén daarvan is voeding. En daarom sta ik aan de ene kant bij een volgestouwde groentekar. En aan de andere kant een heuse diëtiste. Maus, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Wat fijn dat je er bent. Je bent al flink aan de kokkerel geslagen. Zeg, zo'n vierdaagse is eigenlijk een soort duursport. Zo moeten we daarnaar kijken, denk ik, hè? Ja, klopt. Je bent natuurlijk heel lang onderweg. Op een redelijk lage intensiteit. Inderdaad, ja, dat klopt. Het is eigenlijk een soort Tour de France, dacht ik, maar dan zonder fietsen en zonder bergen van de eerste categorie. Wat is er specifiek aan een duursport? Waar moet je dan op letten? Nou, ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat je je energie goed verdeelt over de dag. Dus dat je aan het begin van de dag iets eet wat goed vult meteen. En dat je dat probeert de hele dag vol te houden. Dus dat je de hele dag door verdeeld energie hebt. Dus af en toe kleine beetjes eten, maar dan wel goede dingen. Wat moet je bijvoorbeeld absoluut niet eten tijdens een vierdaagse? Nou, alcohol is sowieso geen goed plan, denk ik, onderweg. Dat ga ik even, dat hebben we niet gehoord. Mensen die suipen een hoop, jongen. Met voedsel, wat moet je niet doen? Nou, ik zou niet te veel snelle suikers onderweg nemen, want dan krijg je een piek en dan krijg je daarna misschien een dip. Dus bijvoorbeeld zo'n chocoladereep of zo, ik zou dat niet aanraden direct. Dat denk je dan, hè? Ik heb even suiker nodig, ik zit er doorheen. Even een Raider, een Twix, een Mars, een Snickers erin proppen, maar dat is niet goed. Nee, of je kunt denken aan een flesje energy drank, hè?
Er zit eigenlijk best wel heel veel suiker in. En dat heb je op dat moment zelf, heb je die hoeveelheid suiker eigenlijk helemaal niet nodig. Nee. Kleine beetjes, goede dingen. Ja. Je bent aan iets aan het maken. Wat heb je voor vandaag bedacht? Ik heb een mugcake gemaakt. En dat is een mugcake. Dus dat betekent eigenlijk dat het een soort taartje uit een kommetje is. En dat is gemaakt van havermout. Er zit ei in, er zit banaan in, kaneel voor de smaak en een beetje kwark voor de eiwitten. En dan heb je eigenlijk alles wat je nodig hebt. En hoeveel kilometer kan je hier dan op? Ja, hier kun je denk ik wel een paar uur op volmaken. Ja. Zo simpel is het. Wat zit er allemaal in? Heb je hier met elkaar geprakt, op de weegschaal gewogen? Ja. En dan het ziet er wel een beetje uit alsof er een baviaan niet goed geworden is. Vind je dat? Nou ja, ook leuk met nootjes. Nee, je moet daar even doorheen. Ik denk dat als je het proeft, dat je denkt, het is toch wel hartstikke lekker. Ik ga dat straks proberen. Ja, dat zal ik eens even, of loop met mij mee naar de route. Pak er twee. Ja. En dan gaan we eens even. Oh, kom er meteen maar even bij. Kom maar even. Want dit is veel makkelijker. We hebben iemand van de politie, twee dames. En we hebben hier het gezondste ontbijt wat je nou echt even moet nemen. Eerst proeven, dan vertel ik wat erin zit. Insecten, ja. Denk ik. Dankjewel. Wat proef je? Havermout. Ja. Oh, en wat vind je ervan? En kwark. Nou, ik vind het lekker. Waar kom je vandaan? Uit Lochem. Oh ja, dan hou je wel van havermout natuurlijk. Precies. Ja, zo. Ga door. Want dit schijnt precies goed te zijn. Ja, wat vind je er zo lekker aan? Lijkt een beetje op rijstepap of zo. Zo, die smaak. Ja. Taaiig, maar... Ja, taaiig, maar neem eens maar een flinke... Dit is een beetje gemiezenmuis, hè? We hebben een flinke hap nodig. En ik zou het nu eigenlijk zelf ook wel even willen proeven. Oh, niet zo'n groot stuk. Altijd heel dom om te eten op televisie, man. Maakt niet zin. Ja. Hij is echt lekker. Lekker, hoor. Lekker, maar wel dat je ook denkt, gelukkig moet nog heel ver lopen. Ja, precies. Nou, jullie mogen dit hebben. Politie uit Lochem. Ik krijg het niet weg ook. Maar... Op den duur schijnt het wel te zakken. Jullie mogen dit gewoon meenemen. Ik hoor graag vrijdag of het jullie trend iets verlicht heeft. Dus laat maar even zien of je beter loopt nu. Ja, mooi. We laten het heerlijk. Het hele recept wat er allemaal in moet, dat kun je bij ons op de site lezen. En dat is? Waar je het vindt, bedoel je? Ja. Was je... GLD.nl natuurlijk. Daar staat het hele recept op. Morgen ben je er weer, Maus. Ja, zeker. Wat ga je morgen denken te doen? Nog niet helemaal verklappen, hoor. Roze woensdag, dus dat gaat daar iets mee te maken hebben. Ja. Roze spullen? Ja, zeker. Ik ben heel benieuwd. Ik kan echt niet wachten. Ja, zo. Ik zit nog steeds een beetje te slikken. Veel mensen op de route, die lopen voor een goed doel. En dat laten ze ook zien, want dan hebben ze dat op hun shirt. En dan vragen ze daar ook geld voor. Dat is een soort sponsorloop. En dan is het echt iets wat ze dan echt willen doen. En dan ook 4 dagen lang uitdragen. Maar wat iedereen in ieder geval bij zich heeft, is een tas. Je kent ze wel, die kleine heuptasjes met zo'n flesje erin. En ik ga eens even die route op, want het zijn nog grotere tassen, hele andere tassen. En daar hoort de volgende zin bij. Ik wil wel eens even... Hoe lang is die bumper? 'Hebben we nog verbinding, jongens? Of, Zo, hallo, goedemorgen. Stopt u maar even. Mag ik even bij u binnenkijken? Ik wil even bij u binnenkijken. Wat heb je op je rug? Een rugzak. Wat zit erin? Wat ik eten. Laat maar even zien. Het is televisie. Ja, kijk. We willen even kijken. Wie ben je? Ik ben Nicole. Nou, wie ben jij? Oh, ben ik. Annemoon. Annemoon. En je hebt een flinke rugzak bij je. Mag ik even voelen? Oh, mijn hemel. Die is echt, 5 kilo. Minstens 6. Dat is echt heel zwaar. Nou, stal het maar. Ik zou even de knieën. Stal maar even uit. Ja, laat maar even kijken. Wat hebben we hier? Tukjes. Snelle jelles. Kentebollen. Een poncho. Oh, dat is mijn camelback. Je camel... Wat is een camelback? Ja, daar zit water in. Oh, dat is zo zwaar natuurlijk. Ja. Nou, we gaan even door. Een zonnebril. Leukoplast. Dat is mijn regenhoes voor de tas. De regenhoes voor de tas. Dat is natuurlijk essentieel. Snelle suikers. Nog meer leukoplast. Wat is dit? EHBO-kitje. Onomwillig. Oh, eindelijk iets goeds. Een appel. Nog meer suikerrepen. Crème. Een opener. Compiet-dingen, druivensuikers, portemonnee. Nee, er komt geen einde. Wat is dit? Veters. Nieuwe veters. Dat was het.
Jeetje, ik ga even naar je vriendin hoor. Wat vind je ervan? Ja, ik heb ook zoiets bij me, denk ik. Even tillen. Oh, die stukken lichter hoor. Maar is dat nou een soort vorm van onzekerheid, denk je? Wij lopen voor de eerste keer. Dus wij zijn, denk ik, dan een beetje onervaren of zo. Ja, maar je kan... Oh, maar dat is de 3-seconden-regel. Niks van aantrekken. Jawel, dat kan gewoon. Het is allemaal schoon en er is niks aan de hand. Maar het is uiteindelijk wel, hoe minder je meeneemt, hoe lichter je loopt. Maar morgen hebben we niks meer bij ons, oké? Alleen wat geld. Zou het een idee zijn dat je gewoon rond de volgende bocht het allemaal in de berm sodemietert? Dat is een optie, maar we nemen het mee tot de finish. Oké. Eerste keer, veel plezier. Ik ga eens even kijken of ik een oude rot kan vinden. Kijken of die daar veel minder bij zich heeft. Loop lekker. Veel plezier. Hoi. Zo. Hallo. Kom even. Want ik wil even bij je binnenkijken, mag dat? Bij mij binnenkijken? Ja, wat heb je op je rug hangen? Ja, dat is ook leuk, maar even, wat zit er in je buidel? Mag ik zien wat erin zit? Oh, echt heel veel. Laat maar even zien. Ik ben heel benieuwd. Water? Uiteraard. Maar dat is toch een stuk klein. Broodjes, ja. Zonnebril. Kersen, dat vind ik wel goed. Geld. Geen rare dingen? Bijgeloofdingen? Nee. Wat is dit? Poncho? Hebben we niet nodig? Nee. Dit vind ik wel heel ervaren. Hoeveel keer heb je al gelopen? Dit is de derde keer. Dus je bent eigenlijk de vierde keer. Dan wordt het steeds minder, want dit moet er ook nog in. Ja. En vergeet je zonnebril. Nou, gewoon even proppen. Zo, en dan gaat het een broodje. Ja, nou, dat kun je wel eens één klont gewoon naar binnen werken dan. Merk je nou dat je in de loop van de jaren steeds minder meeneemt? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk eerder meer. Echt waar? Ja. Mooi. Nou, heel goed. Loop goed. En ik zou zeggen, eet snel je broodjes op. Want alles wat je binnen hebt, hoef je niet meer mee te zeilen. Zo is het. Veel plezier. Dankjewel. Dag. We zijn midden in een live uitzending. Dan sta je weer. Als je de 50 kilometer gaat lopen, dan betekent dat je vroeg moet starten. En dat betekent dat je nog veel eerder op moet staan. En dat gebeurt op hele bijzondere plekken met bijzondere rituelen. Onze verslaggever Sven die trok het kortste strootje. En hij moest vandaag bij nacht en ontij opstaan om te kijken hoe dat ging bij Oeroeskan-veteraan en rolstoeler Ronald van Dort. Hoe werd hij wakker? Vorig jaar als snelste over de finish, ik kan me dat nog herinneren, jij vast ook. Hoe was dat? Want het was de eerste. Ja, voor mij was het natuurlijk de eerste keer dat ik meedeed aan de Vierdaagse. En het ging mij ook niet echt zozeer om snelheid, het ging gewoon eigenlijk mijn eigen ritme rijden. Ja, dat is in de rolstoel gewoon best wel hard. Als je redelijk gewoon je maal een slag maakt, dan ga je bijna 10 km per uur. En zo hard zelfs dat ze nu zeggen van doe het maar wel rustiger aan. Ja, dat klopt. Dat is op zich... Aan de ene kant is het natuurlijk wel goed, want ja, veiligheid staat natuurlijk wel voor alles. Maar aan de andere kant, ja, als je een rolstoel toelaat, dan kan je weten dat die hard gaat. Hoe ga je dat doen? Ik bedoel, want je zegt het, je eigen ritme, dan moet je langzamer. Ja, voor mij zou dat denk ik wel iets, denk dat het wel zwaarder gaat worden. Moet je natuurlijk rustiger, je moet er gaan inhouden. Ja, en ik ga misschien wat meer stoppen. Wat meer overal blijven hangen of, ja, ik weet niet hoe ik het ga doen. Goedemorgen. Denk het. Ik ben in 2008 uitgezonden naar Afghanistan, ja, 2007, 2008. En daarna ben ik op een bergboom gereden. Ja, en daardoor zit ik in mijn rolstoel. Morgen. Nou ja, de bel gaat. En er staat iemand voor de deur van Defensie. En nou, dan weet je dat er iets mis is. En dan wordt je verteld dat hij in een kritieke toestand ligt. En of hij het überhaupt wel haalt. Ronald pakt het gewoon heel positief op. En daar zijn we heel blij mee, als ouders. Ja, opgeven is ook geen optie. Dus ja, het is gewoon je spullen bij elkaar pakken en doorgaan. Want als je dat niet doet, ja, dan pak je echt alleen jezelf mee. Dus gewoon doen wat je kan. Is dat ook waarom je nu meedoet misschien? Ja, dat ook wel. Om te laten zien aan anderen dat alles mogelijk is in de stoel. Als je maar wil. Vierdaagse, als we het daarover hebben. Ben je dan besmet vorig jaar? Kunnen we dat zeggen of niet? En wat is besmet? Ik heb gezegd dat ik het mooiste kruisje wil hebben. Dus dat moet nog een paar keer.
Wat is het mooiste kruisje dan? Ik vind de 12 het mooiste. Dan heb je natuurlijk het mooie kruisje met het kroontje en het nummertje erop. De Vierdaagse is toe aan zijn 103e editie. En dat betekent 103 jaar vol geschiedenis. En dat gaat over van allerlei mooie hoogtepunten, een oor en dieptepunten en heel veel bijzondere verhalen. En bij die bijzondere verhalen, daar horen allerlei dingen bij. Erepenningen, exotische vlaggen, sleutelhangers, noem maar op. En het gekke was, daar was helemaal geen museum voor. En daarom hebben wij gisteren via Bert van der Lans, onze recordloper, het Vierdaagse Museum geopend. En sindsdien verzamelen wij voorwerpen met hele bijzondere verhalen daarachter. En hier staan twee mensen bij onze museumpilaar. En die komen hier, waar kom jij vandaan? Uit Den Haag. En je bent? Leonie. Leonie Filier. En dit is je man. En hoe heet je man? Roefie Filier. Dag Roefie. Wat een grappige naam voor een man. Ja. Roefie. Je hebt een bijzondere pop bij je. Wat is het? Het is Mientje. Mientje is van de moeder geweest van de vrouw waar ik al 12 jaar logeer. En zij is overleden onlangs. En toen stonden op haar begrafenis stonden 130 aangeklede poppen die iedereen die op visite was één mocht meenemen. En omdat zij altijd belde, ik heb haar maar één keer ontmoet, haar moeder, maar ze belde altijd van hoe gaat het en ze was altijd geïnteresseerd. En als hommage, zeg maar, heb ik één pop uitgekozen en die loopt nu mee als mascotte. En die haalt geld op voor een goed doel en het leeft heel erg, een Facebookpagina. En mijn collega heeft aangekleed en zelfs nog een pakje voor morgen, een roze pakje. En we hebben er gewoon heel veel lol van en heel veel plezier. En ja, het is gewoon leuk dat iedereen zo'n beetje kan delen in het Vierdaagse plezier. Ja, dat snap ik. Maar nou was het een hele bijzondere mevrouw. Ja. Kan je een beetje beschrijven hoe zij was? En zij was heel geïnteresseerd in mensen. Dus zij kon mij eigenlijk niet, maar omdat ik bij haar dochter logeerde, was ze altijd geïnteresseerd. En als ze met je sprak, dan was ze altijd, ja, ze luisterde echt. En ze was schooljuffrouw geweest. En ze had daardoor echt een, ja, gewoon heel bijzonder. En ook door de begrafenis, want ik kon haar niet super goed, maar door de begrafenis had ik echt wel door dat ze in heel veel levens van mensen gewoon een verschil heeft gemaakt. En dat er echt een leegte is, ja. Ja, van jou ook. En toen waren er 130 poppen. Ja. Toen mocht je er één kiezen. Ja. Waarom nou juist Mientje? Nou ja, ik moest het ook de hele dag meezeulen. Dus ik wilde... Zo'n grote logopop, ja. Dat gaan we niet doen. Jij wist al meteen dat je hem ging dragen in de Vierdaagse. Ja. En wat is het goede doel? Dat is voor Bob. En Bob die woont in Thailand. En die heeft de Asia Care Foundation opgericht. En die doet arme mensen helpen met rijst en met luiers voor gehandicapte kinderen. Want gehandicapte kinderen worden daar niet goed behandeld. Dus, Dan zeg je het nog lief, hè? Ja, die hebben een hondenleven als je niet uitkijkt. Ja. Nou is Mientje aangekleed voor de Vierdaagse morgen in het roze. Maar dan willen wij Mientje eigenlijk graag gaan bijzetten in ons museum. Ja. Hoe moet dat? Ja, dat moeten we nog maar even over hebben, denk ik. Ja, maar ik denk dat ze gewoon nu hier blijft. Kan dat? Nee, eigenlijk niet. Sorry, Barm, maar Mientje gaat mee. Mientje, anders krijgt ze de kruisje niet. Ja, dan moeten we eigenlijk afspreken dat Mientje gewoon tot en met vrijdag bij jou op de rug hangt. Ja. Dan krijgt ze een kruisje. Ja. En dan gaat ze linea recta het museum in. Goed. Afgesproken. Afgesproken. Ja. Je man wil ook wat zeggen, al staat hij volledig voor niks bij het interview. Nu krijg je de microfoon, maar eerder horen we je niet, hè? Prima. Dus wat ik wou zeggen, we hebben een Facebook-actie. En dat is Zoek Mientje voor Bob. Dus we maken elke dag foto's met, ja, dan moet je Mientje zoeken. En als je Mientje hebt gevonden, dan kan je dus ook nog meedingen in, wat kun je winnen? Een wellnessarrangement. Een wellness, dat wil iedereen. Nou, Mientje, ik zeg... Tot vrijdag! Ja. Dag! Veel geluk, jongens. Yes, hartstikke wel. Dankjewel. Dankjewel. Bye bye.
Onze tribune heeft zich weer gevuld met bijzondere wandelaars en ook wat wilde voorbijgangers. Je mag je natuurlijk altijd komen uitrusten, maar als je een goed verhaal erbij hebt, dan is dat voor ons nog een stuk interessanter. En nou, hier zit een heel goed voorbeeld. Marjan? Ja, klopt. Ik ga na de Vierdaagse, de week na de Vierdaagse, heb ik een actie opgezet. En dat heet Planderen in Valburg. Ja, dat gaan we meteen even bij, dat wist ik. Planderen, ja. Dat moet je even uitleggen. Planderen staat voor plukken en wandelen. Oftewel plastic rapen en, en wandelen. En onze ervaring is in Valburg dat er na de Vierdaagse en ook na de feesten die er overal gehouden worden, heel veel blijft liggen op straat. En er wordt met man en macht aan gewerkt door gemeentes en organisaties om het op te ruimen. Maar desondanks blijft er toch nog veel liggen. En daar hebben we een leuke actie voor opgezet. En dat gaan we met een mooie groep doen. En bij deze ook de oproep om aan mensen om zich nog aan te sluiten. Dat kan. Ik kan even benoemen hoe dat moet. Maar dat vinden ze wel gewoon. Valburg, Planderen. Maar die R, waar komt die R vandaan? Als je plastic en vuilnis en wandelen bent, ik zie geen R. Nee. Nou, het komt van Ploika. Dat is uit Zweden komen overwaaien. Een hele mooie rage. Daar doen ze heel veel aan ploiken, plukken en hardlopen. Zit ook geen R in, hè? Nee, en hardlopen. En wij hebben dat hier naar Nederland gehaald en dat in de vorm van planderen. En het is dan een leuke woordspeling eigenlijk. Ja, ik vind het een supergoeie actie. Ik begin nu al een beetje een hekel aan het woord te krijgen, maar dat is heel persoonlijk. Is het moeilijk om te planderen? We hebben het juist heel laagdrempelig gehouden om het in de vorm van wandelen te doen. Dus ik denk niet dat het moeilijk is. Iedereen moet gewoon kunnen. En het is lekker als er wordt opgeruimd, hè? Daar gaat het om. Heerlijk als er wordt opgeruimd en voor alle spullen wordt gezorgd. Dus je meldt je gewoon aan en we hebben alles. Onder andere een hesje. Een geel hesje? Ja, en dat hesje, want ik hoorde jou zeggen over het mooie museum. En dit hesje draag ik aan jou over. Dat mag in het museum erbij gelegd worden. En opdat het maar heel veel mensen mag inspireren om mee te komen helpen. En om af en toe zelf ook eens wat van straat op te rapen. Dat is sowieso goed. Maar laten we afspreken. Ik houd in bewaring. Als jullie je helemaal suf planderen, dan gaat het museum in. Ik denk dat het dan het museum wel in kan gaan, want wij planderen ons suf. Daar kun je van uitgaan. Jij plandert een end weg, hè? Ja. Weet je wat zo leuk is? Er zit iemand naast je en die heeft op haar ruim gevulde gemoed staan. Meer groen moet je samen doen. En die is natuurlijk super blij dat er geplanderd wordt. Klopt dat, Andrea? Ja, zeker weten. Ja, wij zijn buurvrouwen en menige inwoner in Valburg zet zich voor allerlei dingen in. En wij hebben dan zo'n initiatief van een groepje om meer groen moet je samen doen. En met name ook voor de entree van Valburg. Want dat is toch altijd nog wel heel zielig en kaal. En we willen graag veel meer bomen aanplanten. En zeker ook de laatste jaren is er veel gekapt. En dat moet natuurlijk hersteld worden. En dat niet alleen, maar wat is niet mooier dan een groene entree, hè, voor al die wandelaars. Hè? Uit de hele wereld. En, ja, dat vind ik heel goed. En daarom heb je ook dat op je voorkomen staan. Maar dat is een keiharde actiegroep, hè? Want je hebt een foto bij je, kale boel. En dat moet groen worden. En dan gaan we over een paar jaar kijken of dat ook groen geworden is. Ja, dat vond ik dus leuk om voor het museum mee te nemen. En met de kale entree. En het zou heel leuk zijn als we over een paar jaar kunnen zeggen van kijk nou eens, hé. Van hoe mooi is dit niet geworden? Daar gaan we gewoon van uit. Nou is het leuke dat onder het groene t-shirt zit nog een ander t-shirt. Kan dat groene t-shirt even omhoog? Dat klopt, maar ik heb hem niet aan. Maar dat hebben mijn vriendinnetjes aan, want ik ga hem zo meteen aantrekken thuis. Oh, dus dat is jouw eigenlijk een goede doel. Stamcel donor van levensbelang. Ik dacht dat zit eronder, vandaar dat het ook zo goed gevuld is. Maar ja, nou dat moet hem eigenlijk zijn. Dus daar loop je voor en ondertussen maak je Valburg hartstikke groen. Juist, helemaal waar, ja. Ik ga je veel succes wensen. Hierachter zit ook nog een aantal mensen. Wat doen jullie hier? Wij zijn aan het lopen. Oh, dat zie ik. Nou, ik vond het super boeiend. Dankjewel. Ik ga je niet bijzetten in het museum. Veel succes. Ik zou zeggen, ga lekker wandelen. En we zien elkaar dankjewel. Tot vrijdag. Groot applaus, dames en heren, voor de actiegroep en de planders. Dank jullie wel. Zo. Ja.
Ik sta hier bij een heuse loopband. Want als je naar de Vierdaagse kijkt, dan weet je niet wat je ziet soms. Mensen die sjokken en die waggelen. Soms lopen mensen heel erg mooi, maar de meeste niet. En ik was zo benieuwd. Bart, was Bart, ja. Dankjewel dat je er bent. Jij bent de officieel wandelcoach van de Nederlandse Wandelbond. Hoe vind jij dat de gemiddelde Nederlander loopt? Nou, dat kan wel wat beter hoor. De houding is echt wel slecht. En je ziet gewoon mensen echt sjokken. En dat moet beter worden. Ja, want nou is het wel zo. Je ziet soms mensen molenwieken en schuddenbuiken. En toch komen die als eerste over de finish. Hoe kan dat? Nou, ze stoppen heel veel energie in een beweging die gewoon niet efficiënt is. En dan lopen ze de eerste dag wel soepel uit. En de tweede dag gaat ook nog wel. Maar de vierde dag merk je toch heel dat ze dat moeilijk vol kunnen houden. Dus dat is gewoon niet goed. Daarom dachten wij gaan eens even een loopband neerzetten. Die kan ik, als het goed is, aanzetten. Zou jij eens even... Op een gegeven moment gaat dat ook gewoon aan als het goed is. Kijk, daar gaat hij al. Zou jij eens op die band willen gaan staan en eens even voor willen doen hoe gemiddeld hard lopen we? Zo'n 6. 6 zelfs? Ja, dan wil ik er wel vast op gaan staan. Ja, dat gaat. Dus even 6. En dan, wat is nou de kenmerk van een goede loop? Het kenmerk van een goede loop is mooi rechtop. Denk aan een draadje aan je hoofd, dat je jezelf omhoog houdt. Je gaat een goede afwikkeling van je voeten doen. Dus je zet mooi de hak op de grond. Je wikkelt helemaal af naar de grote teen. En dan zet je jezelf af. En dat is lastig op deze band, want hij hapert een beetje. En ik gebruik mijn armen om mezelf naar voren te doen. En die armen gaan ook in de beweging van de loop. Ik ga even van een afstandje naar je kijken. Want dan zie ik gewoon dat jij eigenlijk heel sierlijk loopt. En hem even iets harder. Toch nog, zo hard loopt niemand, Bart. Nou ja, ik loop wel wat steviger door dan een gemiddelde loper. Mooi, 6,9. Jij loopt goed. Hoe komt het dat heel veel andere mensen minder goed lopen? Is dat omdat ze nooit echt enig wandelonderricht gehad hebben of is dat luiigheid? Het is luiigheid, want je kunt natuurlijk ook gewoon leren hoe je moet lopen. Ga gewoon naar een trainer en die wijst je erop. Moet je eens achter je kijken. Er staan twee wildvreemde wandelaars. Als jij er even afkomt, zo, zetten hem iets zachter. Hoe hard? Kom er even bij. Hallo argeloze wandelaars, wie zijn jullie? Ik ben Peter. Hallo Peter en? Marie-Hélène. Horen jullie bij elkaar? Ja, we zijn wandelmatties. Oh, je twijfelde even, maar wandelmatties. Mooi. Wie van jullie loopt het elegantst? Oh, maakt niks uit. Zou jij op de band plaats willen nemen? We hebben wandelcoach Bart en die gaat kijken hoe jij loopt. Oh, het is een analyse. Hij staat nu op 5 km per uur, hou je dat? Oh, jawel, hoor. Tuurlijk haalt hij dat. Zo, waar kom je vandaan? Ik kom uit Vlijmen. Nou, loop maar even. Dan ga ik even bij Bart staan. En die gaat dan langzamerhand commentaar geven over wat hij ziet. Bart, wat zie je? Nou, ik zie dat meneer iets voorover leunt. Dus echt een vooroverleuner. Als je iets meer de buikspieren en de bilspieren aanspant, dan kun je wat rechterop lopen. En denk aan het draadje aan je hoofd, dat je jezelf ook omhoog trekt. Dus dan, dat is de houding die te veel voorover is. Wikkelt hij goed af? De tenen mogen nog meer gebruikt worden. Er wordt wel goed hak geland, maar de tenen, dat is de afzet. En dat heeft ook te maken met de schoenen, want hij heeft hoge schoenen aan. En daarmee kun je met de enkels minder doen en dus ook minder goed afwikkelen. Ja, want als ik zo kijk, ik ben natuurlijk een volkomen amateur, maar het is toch een beetje alsof die druiven loopt te pletten. Of het is een beetje, het heeft iets loms. Ja, het is wat hard, wat zwaar. Dat klopt. Zou je me gewoon even kunnen bepotelen dat hij wat soepeler gaat lopen? Hoe moet dat? Soepeler lopen, dan zou ik zeggen van doe andere schoenen aan. Dat sowieso. Oké, we gaan even wisselen. Jij hebt het gered. Het ging nog. Nou, mag even je wandelmattie erop. Wandelmattie, kom maar even. Want staat ze weer een foto te nemen. Stap erop. Met al je spullen. Ik ben benieuwd. Dus zo. Ja, dan lig je al bijna. Ja. En doorlopen. Je mag vasthouden hoor. Ja. Zo, Bart, wat zie je? Nou, mevrouw voelt zich wat onzeker, dat zie ik al snel. Ook een voorovergebogen houding, dan wat meer rechtop. Helpt wel eens, ze gaan meteen rechterop staan. Ja, dat klopt. Als je mensen erop wijst, dan gaan ze meteen aanpassen. Ik zie een klein beetje een V-voetplaatsing, dus iets een waggelgang. Wacht even hoor, dat komt er hard aan. Je waggelt. Ik waggel, ja, dat is wel erg. Past dat bij de rest van je leven of is het alleen bij de Vierdaagse? Alleen bij de Vierdaagse waggel ik. Nu hoor je wat je eraan kan doen. Ja. Wat is een goede anti-waggelmethode? Je probeert je voeten wat anders te plaatsen. Dus iets meer echt op de hak. En dan rol je over de voet wat naar de grote teen toe. En dan probeer je... Onthoud dat nou, want anders haal je de hele vrijdag niet. Over de grote teen heen en niet zo veeën en niet waggelen. Heb je er iets aan?
Heel veel. Tot vrijdag. Tot vrijdag. Bart, dankjewel. Jij bent er elke dag. We gaan elke dag op een ander lichaamsdeel letten. Dus als je nou mensen ziet waarvan je denkt, die lopen niet goed, die molenwieken, die wrikken, die zwikken, stuur ze door naar ons. Elke ochtend supergoed loopadvies van Bart. En dan ga ik ondertussen naar de muziek. Want als er nou iets belangrijk is, dan is het onderweg niet alleen dat je goed loopt, maar ook dat je hele goede muziek hebt. En nou, wat leuk dat wij hier een hele band hebben. En dat is de band? Extras. Ja, dat wist ik wel. Maar ik dacht, misschien heb je ondertussen de naam gewijzigd. Want dat stelt de hele band even voor als je wil. Nou, ik ben Jeroen, dat is Silke en dat is Luc. Ja, Luc, ik ga toch even aan Luc vragen hoor. Hoi Luc, als je dan een naam voor de band moet verzinnen, hè, hoe kom je dan bij de Extras? Nou, we zijn toch een beetje een soort van figuranten, dus vandaar de Extras. Is het een soort valse bescheiden, hè? Dat je denkt, nou, we kunnen eigenlijk niks meer doen, maar de Extras. Lijkt het wel op, hè? Ja, ja, ik ga even naar de liedzangeres. Hi, ziet er schitterend uit. Wat zingen jullie zo al gemiddeld? Ja, ik noem het vooral oude lullenmuziek. Ik mag het eigenlijk niet zeggen. Maar vooral 60s, 70s, 80s. En dan kijken ze heel schattig naar je. Maar jullie zijn allemaal hartstikke jong. En dan ga je oude lullenmuziek doen. Waarom? We hebben een oude ziel, denk ik. Dat zou kunnen natuurlijk. Ja, hoe oud denk je dat je bent van binnen? 80. Minstens. Ja, oude lullenmuziek. Mooi. Nou hoor je vaker dat als je echt goede dingen speelt, dat mensen dan lichtvoetiger gaan lopen. Ja. Wat zou je aanraden voor de Vierdaagse? Voor de Vierdaagse? Nou, The Walk of Life zou ik aanraden. En wat is The Walk of Life? Van de Dire Straits. Oh, is dat niet heel traag dat je gewoon helemaal die vrijdag nooit haalt? Dat is juist goed bij deze stemming. Gewoon mensen moeten een beetje wandelen, genieten van het leven. Maar jullie doen ook John Mayer en allemaal veel hippere dingen. Maar dus voor vandaag niet. Het moet gewoon worden The Walk of Life. Jazeker. Twee gitaren en dan ben jij de contrabas. Ja. Dus, nou ja, daar zijn de lopers. Ik zeg, begin eerst even onze kant op en dan langzamerhand kijken of je ze kan veroveren. Misschien moet je zo dicht mogelijk tegen die route aangaan. Dames en heren, hier komen de Extras! Here comes Johnny singing oldies, goldies, Bopalula, baby, what I say. Here comes Johnny singing, I got a woman down in the tunnels trying to make it pay. He got the action, he got the motion, oh yeah, the boy can play. Dedication, devotion, turning all the nighttime into the day. He do the song about the sweet loving woman, he do the song about the night, he do the walk. Do the walk of life. Do the walk of life. Here comes Johnny, gonna tell you the story. Hand me down my walking shoes. Here comes Johnny with the power and the glory. Backbeat, the talking blues. He got the action, he got the motion. Oh yeah, the boy can play. Dedication, devotion, turning all the nighttime into the day. He do the song about the sweet loving woman. He do the song about the night. He do the walk. He do the walk of life. He do the walk of life. Here comes Johnny singing oldies, goldies, Bopalula, baby, what I say. Here comes Johnny singing, I got a woman down in the tunnels trying to make it big. He got the action, he got the motion, oh yeah, the boy can play. Dedication, devotion, turning all the nighttime into the day. And after all the violence and double talk, there's just a song and all the trouble and the strife. Do the walk. Do the walk of life. Do the walk of life.
volgens mij hielp het. Sommige mensen gingen echt in de pas lopen. Nijmegen heeft deze week twee kanten. De gezonde volbloed daglichtkant en de duistere nachtkant. Waar mensen alleen maar gaan lopen als ze vol met bier zitten. Wij sturen elke nacht Linda Geerding erop uit. En zij volgt het dievenspoor vol boeven en schavuiten. We zijn op het Koningsplein. Zit de stemming er al een beetje in? Jawel, jazeker. Ja, helemaal goed. De Vierdaagse is het drukste meerdaagse evenement van Nederland. En dat betekent ook een hele belangrijke week voor de horeca. Dit is nog maar de middag. Moet je kijken hoe druk het is. En dan moeten ze zich nog voorbereiden op de avond. En daar ga ik ze bij helpen. Stanley, volgens mij is alles al klaar, toch? Ja, we zijn nog niet helemaal klaar, hoor. Niet? Nee. Maar het feest is al in volle gang. Ja, maar straks wordt het nog drukker. Dus we moeten even zo nog even de pooltables weghalen. Welke tafels? Ja, die tafels waar mensen aan zitten, die gaan we weghalen en dan komen er staantafels voor terug. Het zijn full tables, het is niet zo moeilijk. Je tilt hem aan de bovenkant op, duwt de poot in, ja, tafelzak plat. Niemand heeft in de gaten, hier ooit het terras even staan. Personeel zet je deze week in ten opzichte van andere weken? 150 man extra, zo. Ja. Hoeveel uren werken jullie meer dan normaal per dag? 15, 16 uur zo. Hoeveel bier gaat er doorheen dagelijks? Heel veel. Wat is voor jou nou het hoogtepunt tijdens deze Vierdaagse? Hoogtepunt? Nou, dat jij aan het werk was wel een hoogtepunt. Ben ik geslaagd? Ja, ik denk dat je morgen nog even terug moet komen. Het ging nog niet helemaal soepel. Je treedt op het Faberplein, maar welke afslag is dat eigenlijk? Oh, dan moeten we nog een klein rondje doorrijden. Dan moeten we de stad in, hè? Dans je de hele nacht met mij. En dat optreden, dat doe je nu voor het 8e jaar? Het optreden op het Faberplein voor het 8e jaar en voor de 27e jaar op de Vierdaagse speel ik. Is het dan nog leuk? Oh ja. Het is leuk en het is ook, zal ik maar zeggen, maagzwerenwerk hoor. Ik ben toch nerveus. Maar waar maak je dan het meest druk op? Of het weer overkomt op het volk, zal ik maar zeggen. En dat is eigenlijk nog nooit niet gebeurd. Ja, en wat maakt dat Vierdaagse feest nou het allermooist? Daar heb ik over nagedacht of die vraag zou komen, want dat vind ik best moeilijk. Van de Vierdaagse feest vind ik het mooiste. Gisteravond ben ik door de stad gelopen en toen ben ik op verschillende plaatsen geweest. Kijk, als je pauze bent, gaan alle deuren open. Oh, ja, precies. Dankjewel, jongens. Bedankt, hè. Daar staat heel veel jeugd aan te kijken. En dat zijn kinderen van mensen die... waarvan de ouders tegen die kinderen moeten zeggen van... ja, je wil graag naar een concert van Davina, dat kunnen we niet betalen. En hier... kenden ze overal naartoe. We zijn er, Ronnie. Ja, we zijn er inderdaad. Het is misschien nog wat vroeg, maar ik zeg succes alvast. En zet hem op hè, vanavond. Als je nou niet van feestmuziek houdt, dan kun je nog terecht bij 45 andere podia in de stad. Wij proberen hier deze week zoveel mogelijk te laten zien. En deze nacht is nog jong, dus wij feesten nog even door. Nou, daar heb ik normale mensen geen tijd voor, die leven overdag. En voor ons unieke Vierdaagse museum was een rode kaboutermuts aangemeld. Maar je ziet het, hij is blauw geworden, Jan Peters. Ja, we hebben voor elke dag hebben we een andere kleur. Dus we hebben vandaag, voor de blauwe dinsdag, hebben we de blauwe puntmuts. Morgen hebben we de roze. Donderdag de rode. En vrijdag gaan we in het bont. Dan hebben we een mooi pak aan. Oh, dan geen muts. Maar het maakt de kleur maar niet zoveel uit. Het gaat om het idee van de kaboutermuts. Waarom moet die muts in ons museum? Wat is het verhaal? Ja, nou, dat is een mooi verhaal. Want we doen elk jaar hebben we die muts op. Maar er zijn, je ziet van allerlei hoofddeksels, maar niet zoveel van die kaboutermutsen. Heb je ook enig idee waarom je niet zoveel ziet? Ja, ja, omdat die uniek is. Hè? En je hebt een bepaalde uitstraling ermee. Dus, ja, zou je misschien voor ons, ik zie jou natuurlijk, maar wat denk jij dat jouw uitstraling is op dit moment?
Ja, ik weet niet. Ik krijg veel blije mensen om me heen. Ja. Dus het wekt heel veel plezier op. Precies. Dus gaan mensen er ook gebaren bij maken of valt het mee? Nou, nee, hoogstens wat opmerkingen. Maar van Smurf of ploppen de plop plop. Of, dat soort die lagen voor dan. Wie staat er eigenlijk naast je? Ja, dat is Raymond Peters. Hallo Raymond Peters. Raymond de Vries. De Vries. Samen aan het lopen? Samen aan het lopen, ja. Voor de derde keer samen. En altijd die muts op, Jan. En wat is het verhaal achter de muts? Ja, de muts. Kijk, wij hebben deze muts altijd op. Ik zei het al, niet zoveel mensen hebben er eentje op. Maar wij liepen op de Zevenheuvelenweg op donderdag. En in één keer zagen wij, ik denk, eindje voor ons, tussen die menigte, twee andere mensen met ook zo'n muts op. En jij dacht, daar moeten we naartoe. Dus we hebben ze ingehaald. We hebben kennis gemaakt en we zijn samen met ze naar de wedrijn gelopen. Nou, en met z'n tweeën heb je al veel lol, maar met z'n vieren dubbel. Ja, dat is gewoon onbeschrijfelijke pret natuurlijk. Raad, jongen, het is ongelooflijk. Dus we weten dat het Ben en Monique zijn. We weten dat ze in Tilburg wonen. We weten dat Monique zag er niet onaantrekkelijk uit. Blond, kort, krullend. Ben was een beetje dikkig en lichtkalend. Daarom had hij die muts waarschijnlijk op. Maar goed, het was hartstikke leuk. Maar de volgende dag hebben we ze niet meer gezien. En eigenlijk hebben ze de jaren daarna niet meer gezien. En nou ja, Ben en Monique zijn verdwenen. Lijkt erop. Dus misschien, het was voor hun ook de eerste keer dat ze toen meeliepen. Dus misschien hadden ze er zo'n tabak van dat ze gewoon gestopt zijn. Maar wie weet lopen ze hier rond. Dus we hebben al op Facebook met de voorbouters een pagina gemaakt. En we zijn al helemaal los aan het gaan om Ben en Monique te vinden. Maar we doen het alleen dit jaar. Als het nu niet lukt, dan stoppen we er ook mee. Dan is het einde Ben en Monique. Hij vond Monique wel intelligent en aantrekkelijk. Wat vond jij van Ben? Nou, Ben was... Nee, dat ben ik wel met hem eens. Ben was niet de meest aantrekkelijke man. Maar wel een heel aardige man. Dit helpt niet in je zoektocht, hè? Maar goed, we hebben hier een camera. Dus humorvol, hè? Aandacht. We hebben daar een camera. Dit wordt je oproep. Ja, Ben en Monique. Jullie kennen ons nog wel, hoop ik. Als je ons ziet, meld je bij ons op de Facebookpagina, zodat we samen misschien wel op vrijdag weer de finish kunnen halen. Gaan we doen. Vind ik superleuk. En Ben en Monique, als je nou denkt, dat was eens maar nooit weer, gewoon niks laten horen. De muts gaat het museum in en loop goed. Ik ben heel benieuwd naar morgen. Ja, roze muts. Dat is minstens net zo belachelijk. Ja, heren, dank jullie wel. Wij zetten hem in het museum. Goed zo, okay. Goeie wandeling. Hoi. Ga ik ondertussen even naar Maus, want je bent gewoon aan het doorkokkerellen. Zeker. Wat ben je nu aan het doen? Nou, ik ben nog steeds bezig met het maken van de cakejes, maar ik heb inmiddels ook wat snackgroenten klaargelegd. Dat is altijd zo'n idee, hè? Van bij de Vierdaagse, groente is goed voor je. Ja. Is dat nou zo? Zeker weten, ja. Het advies om minimaal 250 gram per dag binnen te krijgen. Nou, zullen we maar vast beginnen. Ja. Wat heb je hier allemaal liggen? Dit zijn een soort mini-tomaatjes en dit zijn nou ook tomaatjes zoals je ziet, maar andere kleuren en vormen. En het is altijd goed om zoveel mogelijk verschillende kleuren groenten te eten. Dus als je nou van allemaal wat pakt, dan ben je helemaal goed bezig. Hoezo? Wat heeft die kleur er nou mee te maken? Nou, verschillende vitamines, mineralen. Dus de kleur zegt iets over wat erin zit. Nou, eigenlijk is het gewoon heel erg belangrijk om in zijn algemeenheid gevarieerd te eten. Dus dat geldt zeker ook voor groenten. Dat is eigenlijk een vrij slechte opmerking, maar het idee erachter was heel goed. Ja. Mooi. Wat vind je zelf een lekkere? Nou, ik vind het vooral heel leuk hoe deze eruit zien. Dus ik zou zeggen, begin daar eens mee. Mooi. Ik ga even zo'n ding erin gooien. Dat is hoeveel gram? Oeh. Twee? Leg hem er even. Nog 125. Zo. Oh, sorry. Ik weet niet of je hem weegt. Ja, even wegen. Ja, dat denk ik wel. 9 gram. Nee, hoef ik maar 50 van die dingen. Oh ja. Dan morgen? Ja, helemaal goed. Ik ga even kijken hoe het langs de route is. Want er wordt nog driftig doorgewandeld. Goedemorgen. Zo. Goedemorgen. Eens even kijken naar, dat zijn Spanjaarden. Zo. Goedemorgen. Stop. Live in de uitzending. Leuk toch? Ja, zeker wel. Hoe gaat het? Ja, het gaat prima. Wie ben je? Ik ben Huub van der Rijs, ik kom uit Breuzand. Uit? Breuzand. Waar ligt dat? Dat ligt vlakbij Den Helder. Oh ja, en dit is je vrouw? En dat is mijn vrouw. Hallo. Hallo, ook uit Breuzand? Ook uit Breuzand, ja, we wonen ook samen. Ja, dat hoeft niet per se, dus het kan ook zijn dat je al heel lang aan het latten bent natuurlijk. Ja, ja, dat jij gewoon op Urk zit of zo. Hé, hey, hoe gaat het samen? Ja, dat gaat hartstikke goed, maar we doen het al voor de 12e, 13e keer, dus... Oude rot in het vak, maar dan is het toch... Of doe er veel groet aan Angeline. Hoe de hel is Angeline? Dan loop je samen als echtpaar. Is dat lekker dat je samen even ertussenuit bent? Dan denk je, alleen zou ook wel eens fijn zijn. Nee, liever samen. Liever samen. Niks, mooi, alleen lopen is niks. Maar zou je toch nog iets tegen willen zeggen? Ja, je gaat lekker. Je gaat lekker. Heb een goede wandeling, jongens. We gaan even kijken hoe jullie weglopen. Mooi.
Het is bijna 8 uur. Wij gaan nu razendsnel naar Elst. Daarna gaan wij naar de wedren. Daar zijn we om 3 uur weer live. Een uur lang met allemaal mooie verhalen, nieuwe voorwerpen. Noem maar op. En morgen zijn wij er om 7 uur weer live vanuit Alverna. Ik zou zeggen, heb een hele goede dag. Geniet ervan en tot straks of tot morgen.